Apple wordt door velen gezien als de grondlegger van de moderne smartphone met de release van de iPhone in 2007. Nu, zo'n 15 jaar later, is Apple nog steeds marktleider op het gebied van smartphones en heeft het een heel interessant portfolio. In deze video vertel ik jou welke Apple smartphones het beste zijn om te kopen en leg ik een beetje uit wat het portfolio van Apple inhoudt en wat Apple smartphones, ofwel iPhones, zo interessant maakt. Een van de grote voordelen van iPhones is de naadloze integratie met het hele ecosysteem van Apple. Dat is gewoon iets dat Apple echt beter doet dan alle andere fabrikanten, omdat ze de software en de hardware business helemaal in eigen hand hebben. En als je een iPhone hebt, dan werkt die naadloos samen met bijvoorbeeld een MacBook of een iPad. En er zijn natuurlijk ook accessoires die voor iPhones gemaakt zijn, die ook veel beter samenwerken met die iPhone dan dat bij veel Android producten het geval is. Dan heb ik het over bijvoorbeeld de AirPods van Apple of de Apple Watch. En ja, dat hele plaatje van dat ecosysteem is gewoon echt heel erg goed. En ook de werking van iOS zelf, het besturingssysteem van Apple, is zeker een voordeel van de iPhone. Een ander groot voordeel van iPhones heeft te maken met die software, iOS. En dat heeft er dan weer alles mee te maken dat Apple dat gewoon heel erg goed ondersteunt. Over het algemeen heeft Apple een ondersteuning van ongeveer 5 jaar. Dit jaar komt iOS 15 uit. En zelfs de Apple iPhone 6S uit 2015, die is dus al 6 jaar oud, die krijgt die update nog. En dat is heel erg netjes. Ja, wat daar dan mee samenhangt is niet alleen dat je de telefoon heel lang kan gebruiken, maar ook dat de resellwaarde, die blijft gewoon eigenlijk beter. Een Android smartphone die daalt veel sneller in waarde over het algemeen dan een iPhone. En betekent dat als jij nu een nieuwe iPhone koopt, dat je hem over 2 jaar bijvoorbeeld, als je erop uitgekeken bent, voor een redelijk goed bedrag kunt verkopen. En als je nu een nieuwe Samsung Galaxy S21 koopt bijvoorbeeld, dan is dat in veel mindere mate het geval. Dus ook dat is zeker een voordeel van iPhones. En dat is het laatste puntje en die kan ik lastig onderbouwen, maar ik heb wel het idee dat iPhones ook gewoon qua hardware langer meegaan. Dat de toestellen langer gebruikt kunnen worden zonder dat ze echt noemenswaardig verslijten. Ja, het zou ook kunnen dat dat met de gebruikers van iPhones te maken hebben, dat die gewoon langer hun toestel blijven gebruiken, misschien wel omdat die duurder is. Maar ik heb toch het idee dat er veel meer oude iPhones dan oude Android smartphones in omloop zijn en dat heeft niet alleen maar met die software te maken. Maar goed, het is een puntje wat best lastig te onderbouwen is, want ja, echte cijfers zijn daar niet over. Dan het portfolio van Apple, dat is eigenlijk heel simpel opgebouwd. Er is elk jaar een toplijn en dan soms nog een budgettoestel. Nou, die toplijn, dat allereerst, dat is afgelopen jaar was dat de iPhone 12. Die kwam zelfs in 4 varianten, de gewone iPhone 12, de iPhone 12 mini, de iPhone 12 Pro en de iPhone 12 Pro Max. Die Pro-modellen die zijn nog wat beter dan de gewone modellen, maar vooral gericht op mensen die wat meer luxe willen. En het basismodel is eigenlijk gewoon al heel erg goed. Die toestellen die blijven altijd lang in de verkoop. Op dit moment is de iPhone XR van 2 jaar geleden, of inmiddels 2,5 jaar geleden, de oudste iPhone die Apple zelf nog verkoopt. Maar bij andere resellers, zoals bijvoorbeeld Belsimple, kun je zelfs de iPhone 7, en die is inmiddels al 5 jaar oud, nog nieuw krijgen. Of je dat moet willen is een tweede, maar in ieder geval vervullen dus die oude top iPhones de functie van de nieuwe budget iPhones. En dat kan ook omdat die software zo lang ondersteund wordt, dus dat is dan wel weer een voordeel. Nou, als je nou niet een oud toestel wil, dan heeft Apple daar ook oplossingen voor. En dat is de iPhone SE lijn, daar hebben ze inmiddels 2 toestellen in uitgebracht. De originele in 2015 of 16 en de nieuwe in 2020. En die iPhone SE 2020 is nog steeds een goede deal. Eigenlijk is het een iPhone 8, maar dan met nieuwe interne hardware. Er zit een vernieuwde chipset in bijvoorbeeld. Dat is ook meteen de grootste upgrade tegenover die iPhone 8. Maar dan maakt het toestel wel meteen up-to-date en nog heel goed voor een toch relatief lage prijs. Want zo'n iPhone SE die kost €440 en voor een nieuwe iPhone is dat echt heel betaalbaar. Er zijn dus heel veel oude iPhones nog in omloop, maar dat betekent zeker niet dat ze allemaal ook de moeite waard zijn om nog nieuw te kopen. Ik zal nu de meest interessante nieuwe iPhones van dit moment behandelen en daarbij wil ik ook zeggen dat het door die lange ondersteuning best wel de moeite waard kan zijn soms om een tweedehands of refurbished iPhone te kopen. Als je bijvoorbeeld een iPhone 8 of een iPhone 10 tweedehands of refurbished kan krijgen voor een goede prijs. Die toestellen zijn al wat ouder, maar omdat ze nog een tijd ondersteund zullen worden, is dat wel een goed betaalbaar alternatief als je echt graag een iPhone wilt.
Nou, qua nieuwe toestellen is de goedkoopste aanrader de iPhone SE 2020. Ik had het er net al even over. Kost zo'n €440 en voor dat geld krijg je een toestel met wel een verouderd ontwp, maar vooral ook hele goede specificaties nog steeds. Hij is bijvoorbeeld volledig waterdicht, hij kan draadloos laden, hij heeft een hele goede camera, hij heeft een snelle chipset, dus eigenlijk is er echt vrij weinig op aan te merken. De batterij is wat minder, maar dat is een klein nadeeltje en verder is het een hele goede keuze. Wil je nou wel een wat moderner overkomend toestel, maar niet de volle pond betalen, dan is de iPhone 11 nog wel een goede keuze. Die kost zo'n €620 en dat is een verschil van ongeveer €150 met de iPhone 12. Dat is niet gigantisch en zou ik je over het algemeen ook niet aanraden. Maar wil je nou wel een groot scherm met niet zulke grote randen en een toestel dat gewoon wel prettig is en lang mee kan en hoef je niet de betere camera, betere chipset en mooiere scherm van die iPhone 12, ja, dan is het wel een manier om wat geld te besparen die op zich niet verkeerd is. De iPhone 12 mini die zit daar nog tussen, die kost €660 en daarvoor heb je alle nieuwste specificaties van dit moment. Dat is natuurlijk heel erg fijn. Daarvoor heb je ook wel een telefoon met een vrij klein scherm en niet zo'n hele grote batterij. Nou, dat scherm kun je natuurlijk ook een voordeel vinden en als je zo'n klein scherm wil, dan is de iPhone 12 mini een absolute aanrader. Maar als je niet per se een klein scherm wilt, ja, dan kun je misschien toch beter ongeveer €100 extra voor de iPhone 12 uitgeven. Voor zo'n €760 krijg je namelijk de iPhone 12. En dat is eigenlijk de beste allround iPhone van dit moment. Hij is relatief betaalbaar met die €760 en hij heeft daarnaast wel echt alle functies van de moderne iPhones. Het mooie vernieuwde ontwerp met een Ceramic Shield scherm bijvoorbeeld, een mooi OLED scherm, hele goede chipset, hele goede camera, waterdichte behuizing, draadloos opladen, met MagSafe, noem maar op. Het is gewoon alles erop en eraan en ja, wat mij betreft voor de meeste mensen de beste keuze als je een iPhone wil. Dan de iPhone 12 Pro, die zou ik je niet aanraden, want die biedt gewoon niet zoveel meerwaarde tegenover de iPhone 12. De iPhone 12 Pro Max, die is wel mogelijk de moeite waard. Is wel heel duur, €1140 ongeveer. Maar dan heb je wel echt de beste iPhone van dit moment. En er zijn zeker een aantal vlakken waarop die echt beter scoort dan de iPhone 12. Eentje daarvan is bijvoorbeeld dat de camera echt duidelijk verbeterd is. Ander is natuurlijk dat het scherm gewoon groter is en dat kan je zeker een voordeel vinden. De telefoon heeft daarnaast een wat betere batterij en het is gewoon allround wel echt het betere plaatje. Hij heeft ook een roestvrij stralenframe in plaats van het aluminium frame van die iPhone 12. Daarmee komt hij iets luxer over. Maar ja, het zijn dat soort puntjes die hem beter maken en dat zal zeker niet voor iedereen de moeite waard zijn. Maar wil je echt de top iPhone en ben je bereid daarvoor te betalen, ja, dan is die iPhone 12 Pro Max wel het toestel waar je moet zijn. Kortom, Apple maakt smartphones die zich vooral kenmerken door de goede integratie met het Apple-ecosysteem en de lange levensduur en ook hoge verkoopwaarde als je ze na 2 jaar niet meer wilt. Ze hebben nog heel veel toestellen op de markt. Daar zijn veel toestellen een aanrader van. Die heb ik in deze video besproken. Ook lang niet alle toestellen zijn echt een aanrader. Dus ja, kijk ook uit voor al te oude iPhones. Die kun je misschien beter niet meer kopen. Ik ben Smartphoneman Dominique. Ik hoop dat je wat aan deze video gehad hebt. Mocht je nog vragen hebben, dan kun je natuurlijk altijd terecht in de reacties onder deze video. Vergeet de video niet te liken als je hem leuk vond. Abonneer je op mijn kanaal, mocht je dat nog niet gedaan hebben. En dan zie ik jou heel graag een volgende keer.